Je zou er een mooie metafoor over kunnen bedenken. De regenboog, de gouden pot, maar laten we ons beperken tot het belangrijkste. PSV traint en bereidt zich voor op de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. Alle internationals, deze week weer teruggekeerd van diverse interlands. Hij maakte de langste reis, speelde met Mexico tegen Bogota in Denver in Amerika. En ook de spelers die voor Oranje uitkwamen, Wijnaldum, Jorginho Wijnaldum, Memphis Depay, heel huids teruggekeerd, zodat de selectie van PSV helemaal fris en fruitig is. Ja, iedereen is fit teruggekeerd, dus belangrijk. Veel jongens die waren weg en dat is altijd goed te zien dat ze in ieder geval fit en heel zijn teruggekeerd. Ja, want er zijn er nogal bij, Guardado bijvoorbeeld, die hebben zo'n beetje de halve wereldreis gemaakt. Ja, daar heb je ook mee te maken. Nou is hij dat wel gewend. Hij speelt natuurlijk al lang voor de nationale ploeg van Mexico. Mm-hmm. En weet er ook wel op de juiste manier mee om te gaan wat hij nodig heeft om, om toch wel weer snel klaar te zijn om de volgende wedstrijd te kunnen spelen. En die volgende wedstrijd is zaterdagavond in het Oosterenkstadion in Zwolle tegen PEC Zwolle. En wie PEC Zwolle zegt, die zegt meteen kunstgras. En hoe je het ook wendt of keert, kunstgras is anders voetballen dan op echt gras. Nou, het is niet ideaal, zou ik zeggen. Maar goed, het mag geen excuus zijn voor ons profs om daar tegen een blamage aan te lopen. We zijn prof genoeg, we hebben daar getraind op kunstgras, dus iedereen is er wel voorbereid. We hebben niet de hele trainer op gedaan, want het is meer even wennen aan een andere ondergrond. Bal rolt iets anders spelletje, dus we hebben gekozen om een gedeelte kunstgras te trainen en later op het veld verder. En dat is allemaal ter voorbereiding op die wedstrijd tegen PEC Zwolle, dat niet alleen een uitstekende competitiestart had, 9 punten uit 4 wedstrijden, maar bovendien bekerhouder is en eerder dit seizoen de Johan Cruijffschaal won. Ja, ze doen het uitstekend. Een leuke voetballende ploeg die een goed combinatiespel spelen, maar ook zeker vanuit de reactie gevaarlijk zijn met snelheid. Dus ze is gewoon een ploeg om rekening mee te houden. Ze hebben ook 9 punten gehaald. Dus een ploeg die kan voetballen. En die zal het ons moeilijk maken, denk ik. Maar we gaan vol vertrouwen heen. En, we willen gewoon de 3 punten meenemen. Nou, ik denk dat ze thuis al sterk zijn. Je ziet toch ook met veel clubs die op kunst gaan spelen. Die halen veel punten in eigen huis. Dus het zal een wedstrijd zijn die niet makkelijk zal zijn. Maar waar we alles aan zullen doen om goed te starten aan de tweede blok. En het is 1 september geweest, dan begint de tweede blok. En nu weet Philip Cocu ook precies welke selectie hij dit seizoen ter beschikking heeft. Want met Andres Guardado en Nicola Isima Merin heeft Cocu zijn gewenste versterkingen binnen. Bovendien bleven Memphis Depay en Jorginho Wijnaldum voor de club behouden. En weet Cocu dus dat dit de selectie is waar hij het voorlopig mee zal moeten doen. Nou ja, de groep is nu eigenlijk compleet. En ik ben blij dat iedereen bij elkaar is, zodat we nu een langere periode samen kunnen werken. Want de voorbereiding was de groep natuurlijk nog niet compleet. Ja, met deze groep moeten we het gaan doen met z'n allen. En daar hebben we alle vertrouwen in. Ja. Guardado hebben we al gezien tegen Vitesse. Het uitstekende indruk gemaakt, vond ik. Wat voor indruk heeft de andere nieuweling, Isimat Marin, op jou gemaakt? De eerste trainingen en het duel met Jong PSV? Ja, hij heeft eigenlijk een goede indruk gemaakt. Zeker in de wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Die speelde een prima wedstrijd. Dus natuurlijk even wennen, iets andere speelstijl. En ook in de communicatie met de taal zal hij even moeten wennen. De Nederlandse woorden leren, een beetje Engels. Dan zal het nog wat makkelijker gaan in de instroming. Maar wat ik heb gezien tot nu toe, ben ik zeker tevreden over. En met de komst van de Franse verdediger is er ook een extra concurrent voor Jeffrey Bruma. Want de posities in de verdediging waren niet allemaal dubbel bezet. Ik denk na het vertrek van Sanka en Timothy de Rijk waren 2 jongens weggegaan. Karim komt terug, ik was er. Hendricks is nu meer op het middenveld aan het spelen. En Koch en ik, dan zijn we toch weer 4. Zijn alle dubbel bezet. Ik denk dat het ook voor een ploeg als PSV, een club als PSV, ideaal is. Dus ik ben zeker wel blij mee met de concurrentie.